Israël. Oh, Herman. Kom, jong. Oh, dit is toch fantastisch. Oh, zou je dat als huis gezien? Ga nu niet en loop door. Ja, ik loop door. Ja. Oh. Ja, dat snap ik. Wat zou je wel ik aan het dragen ben? Ja. Oh, ja, dan hebben we een geluk gehad. Oh, meisjes, nu toch? Oh, waar bestand ik? Moest ik gisteren in vakantie in zak vergeten? Oh, misschien heeft er nog een tientje leeg gestangen. Ik zal er even een raam openzetten. Nee. Lieve, vooral met de beurt vanaf. Weet je wat het is met die vakantie, juist gezien? Nee. Geen idee. Die werden bij een paar oren in elkaar gezet. Alles is short en scheef. En hoe is het maar ergens aan te komen? Of alles flikkert en neef. De keuken ziet er echt heel netjes uit. Ach, de keuken is wel te klein. Man. Je ziet de kooi toch niet eens om rijden. Er is er nog geen eens naar binnen geweest. Ik weet wie er hier is in die huisjes. Die keukens die zijn zo klein, dat kent ze nog niet eens fatsoenlijk in koken. En daarom denk iedereen moet eten. En dat spekt de staatskas. Zo werkt het hier. Oh. Ik, we moeten toch uitruimen. Wat eten we hebben nou mee? Dat hangt van de kok af. De kok? De kok, welke kok? De kok van het restaurant voor wij gaan eten. Hoe we een restaurant eten? Ik zag vanzelf dat we in die kleine huisjes gaan steeds fatsoenlijk eens koken. En ik heb vanuit de taxi van hele schone restaurantjes gezien. Ik ben één. Buongiorno! Buongiorno! Maar geniet ze, is zo bella als die vaderlanden. Bella Italia! Je weet dat er voor mij maar een donna is. En dat er ben jij. Un bacio prego. En una pete! Typisch Italiaans. Je hebt zo'n kusje en wil je lekker kofferen. Hoe lang blijf jij? Twee weken. Oh, dan laat ik je omgevingen zien. Ja. En die postzegelverzameling zie ik ook. Nou nee, daar heb ik helemaal totaal geen behoefte aan. Voor je gewoon is omgeving genoeg. Het enige wat je wil, is sturen. Aan het strand liggen. Oh, we gaan die jongen aan die strand zien. Is me veel te wild. Nee, doe ik niet. Moet eens kijken. Ja. Nee, ik ga niet meer met de bus, kan ik niet meer doen. Dat echt niet. Man, moet eens zien wat ik in de praktijk gebeurd heb gekregen van die bus. Nee, doe het niet meer. Nou, en de verse neem ik voor zijn. Ik doe het niet meer. Doe het echt niet meer. Ik ben nog wel gek, ik hoop dat er goede camping is. Wat voor dikke nog zoiets. Oh, dan moet ik hier nog de trappen. Alla, ja, kom in. Oh, jezus. Oh, kijk, het is wel een zwemcamping. Oh, joh. Dat is toch leuk, zeg. Oh, joh. Eens even kijken hoe mijn huisje is. Eens even kijken. Oh, hier, 14. Ja, dat is mijn huisje. Mijn huisje, ja, van mijn geld, ja. Mijn huisje is dat.
die wat sjoer. En Dobby is deze vakantie, hè? Een sjoer gelegenheid voor ditje. Om mijn familie schoot te leren kennen. Nou, wie is je woorden en kinderen al, hè? Ja, maar dat is niet wie studies. Nou, dat kan nooit vreugd meer verzoening worden vandaag, nooit. Hoe stel je toch niet zo aan, man? Dan ben je toch niet zo kwaad? Als je dat zo zegt, dan zal ik wel zo zien. Ja. Maar dan vroeg ik me toch wel dat ik af jullie het wel bedoelt. Ja, dan komt ze deze vakantie dan naar achter. Oh, maar dit is het hier heen. Oh nee, als ik dat geweten had. Oh mijn god. Ja, oh, ja, oh, lopen eens een beetje door. Schrikkelijk. Ja. Schrikkelijk. Maar waar komt blissen nu toch? Ja, ik moos heel erg. Mijn darm zit helemaal van traag aan. Oh joh, dat is gek. En Trudy, ligt er veel stof? Nee, ik hier morgen de stof. Dan waag je je nog maar op. Kom maar naar binnen, Jan brengt de koffers maar. Nou, ga er op. Duo! Oh! Zingende zusjes, zeg maar!
dan hopen we het iets aan om elkaar goed te leren kennen. En ik heb echt wel in die keer zin in een Frans nummerkje. Dat vind ik een heel goed idee. Verrassing.